Die auto is er ineens en voor je het weet staat hij in het grasveld. In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Hoe konden ze ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Je ziet een verschrikkelijk irritante chauffeur op de weg. Vandaag rijdt de Dashcam over de Poeldijkse weg in Den Haag. Waar de chauffeur van deze zwarte golf werkelijk alle verkeersregels aan zijn laars lapt. Aanpakken zulke lui en laat ze maar opnieuw rijbaars halen. Beroepschauffeur Michael de Ruiter is onderweg naar de zaak. Wanneer hij op brutale wijze door twee auto's wordt ingehaald. Er kwam nog een auto, zat er voor hem. Een grijze Mitsubishi. Die kwam al zo ook al daar vandaan, ook al ervoor langs. Toen dacht ik al bij mijn eigen kansloze actie. Ja, toen kwam in één keer een golf, die zat naast me. Ik dacht, het zal toch niet? Ja, het zal toch wel. Vrachtwagenchauffeurs komen herhaaldelijk in deze situaties terecht. 9 van de 10 keer gaat het goed. Nou, dit keer dus niet. Maar ook in dit geval is het boontje komt om zijn loontje. Toch probeert na het incident de bestuurder van de zwarte golf Michael de schuld in de schoenen te schuiven. Maar hij heeft de pech dat zijn onbezonnen actie haarfijn met een dashcam is vastgelegd. Ja, het is gewoon altijd jouw verhaal tegen het zijn. Nou heb je gewoon een keer gezien van, wat gebeurt er nou gewoon. Hij schrikt, maar hij blijft gewoon stoïcijns op zijn helft. Daar heeft hij ook recht op. De dashcambeelden van Donny Kooijsa gaan als een olievlek het hele internet over. Collega-bestuurders reageren massaal. En Michael groeit uit tot een heuse dashcam-held. Ja, van het gros krijg ik een lintje. Van het gros krijg ik wel een lintje. Ja. Dus, het is altijd overal over. Overal waar je komt, hoor ze al via dat ik het was geweest. En overal waar je komt om even een pallet te laden, dan is het, was jij dat? Ja, wel een strakke actie. En, ik was wel zeker van mijn zaak. Ik bleef baan houden. En, ik denk, ik ga niet aan de kant. Nou, dit voorval wordt goed op de camera vastgelegd. En dat is precies wat justitie en politie graag willen. Een extra bewijs dat gedrag onacceptabel is. Heeft u ook een opmerkelijke video gemaakt met uw dashcam? Of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? Mail dan de redactie en wie weet ziet u dan uw video volgende keer in dashcam.